Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Als je even daar naartoe filmt, dan zie je dat we bij Baarle staan. We gaan even vuurwerk halen voor oud en nieuw. Het is natuurlijk nu wel heel raar, aangezien de niet-essentiële winkels in België dicht zijn. Maar daar hebben ze dus een oplossing voor. Ik laat jullie nu even zien wat wij hier vooraf aan hebben gedaan. Dat is namelijk dat we naar de site zijn gegaan van Zena. Daar kan je per winkel kan je een bestellijst uitprinten. En dan kan je die bestellijst invullen. En op dat punt zijn we eigenlijk nu. Want als je hier even filmt, hebben we hier de bestellijst. En dan kunnen we aanvinken wat we willen. En we blijven hier ook in België. Dus al het vuurwerk wat voor hier is, is ook voor oud en nieuw. Iedereen weet natuurlijk wel dat voor ons oud en nieuw gewoon doorgaat. Maar dit blijft dus ook gewoon hier zo. En dan rijden we op 31 december gewoon terug en dan laten we het afsteken. Maar we gaan nu even een dikke bestelling doen. Ik weet niet precies hoe het gaat, want ik zeg je heel eerlijk. Dit is de eerste keer dat wij dit doen. Maar volgens mij moeten we die lijst invullen. En dan bellen we naar de shop. En dan komen ze naar de auto brengen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En wat willen we allemaal halen? Blokken. We willen blokken halen. En natuurlijk, we houden het natuurlijk volgens de regels hier. Knal hoeven we niet. Maar we halen een aantal lauwe blokken. Waaronder de Cloud Connected, die wil ik. Want iedereen weet vanuit de video's toen we hier waren met Halloween. Cloud Connected staat bij mij zeer hoog op de lijst. En die wil ik dan ook hoe dan ook scoren voor oud en nieuw. Want ik verwacht ook, net zoals dat bij ons in Nederland er een run gaat komen op categorie 1 vuurwerk. Dan ga ik jullie nu al voorspellen dat over een maand, begin van de kerstvakantie, staat hier de file gewoon. Gewoon hier in Baarle, gewoon. Iedereen gaat hier maximaal naartoe, want je mag het gewoon, of je kan het hier gewoon het heel jaar door ophalen. We gaan nu specifiek naar Tobacco Teak. Ik vind dat zelf gewoon de beste shop. Daar staat Gijs natuurlijk ook. En ik vind het altijd een goede sfeer hebben. Dus we rijden nu naar Tobacco Teak. En dan ben ik heel benieuwd hoe het nou in zijn werking gaat. Ik weet het niet. Plug hem daar maar even neer. Kom je gewoon bij de deur? Even kijken, in die vuurwerkafvalpunt, ja. Staat er iets geks? Vuurwerkafvalpunt. Oh, hier naar rechts, joh. Dus we staan hier bij het afvalluik. Ik geef even de lijst af. Al ziek, man. Kijk eens naar binnen. Kijk, alles vuurwerk. Helaas mogen we niet naar binnen, jongens. Hopelijk binnenkort weer wel. 14 december, toch? Op zich wel lauw, man. Want ik dacht dat je in de auto moest blijven. Ja. Hier heb je alle vonkenblokken staan. Zo. Zometeen komen ze dus aan de zijkant als het goed is met het vuurwerk. En dat is wel nice, want gelukkig verkopen ze dus gewoon nog. En hopelijk binnenkort. Is er al iets over bekend? Weer wat open gaat of zo? Open op 14 december. Een week eerder. Misschien is al een week eerder, jongens, open. Dan kunnen we hier weer wat gaan sfeerproeven. Ja, jongens, dus we gaan nu aan de zijkant. Mondmasker verplicht. En als het goed is. En nu begreep ik hem. Hier op dit tafeltje leveren ze het vuurwerk uit. Dan komt het dus zometeen op het tafeltje terug. Onze bestellingen. En dat laten we dan ook hier voor oud en nieuw. Het gaat allemaal met oud en nieuw de lucht in, jongens. We blijven gewoon afsteken. Wel volgens de regels, dus we zijn in het buitenland. Hebben we al eerder gezegd. Maar 1 januari gewoon een vuurwerkcompilatie online. Wel triest, hè, hoe rustig het hier is in de wijk en zo. In de maal, joh. Maar dat betekent wel dat je snel klaar bent, dus. Dat is waar. Kijk. Ieder nadeel is een voordeel, toch? Top. Daar zijn die. Kijk. Wat een dik blok, man. Hey. Nou, is de eerste bestelling, jongens. Saluutcakejes. Cloud Connected. Kijk dan. Ja, jongens. Volgende tasje. Babypel knal. Kijk, gewone pakketjes. Babypel krekeling, babypel fluit. Knettertonnetjes, chainsaw lobster. Zo. Moet hem zijn, zo. Ja, voor ons is het gewoon nog oud en nieuw, man. Ja. Zie je maar. Hoppakee. Alsjeblieft, jongens. Let's go. Thanks.
Even een snel shot tussendoor, jongens. Ik wil jullie even op het volgende mededelen. Aanstaande zaterdag om 8 uur, dus dat is 21 november, is er weer een vuurwerkprotest. Iedereen die gaat vuurwerk afsteken dan, om iedereen te laten weten dat we het niet mee eens zijn dat vuurwerk dit jaar verboden is. Afgelopen vrijdag is natuurlijk het nieuws naar buiten gekomen dat er dit jaar geen vuurwerk te koop is en dat je niet mag afsteken. En toen was er eigenlijk om 8 uur 's avonds al een protest. Daaraan hebben wij ook meegedaan, maar dan zonder camera. En we vonden eigenlijk dat toen binnen een paar uur het tekort was om daar een aankondiging van te doen. Dus voor dit protest doen we nu wel even een aankondiging. Wij hebben hem niet georganiseerd, maar er is dus een vuurwerkprotest aanstaande zaterdag om 8 uur 's avonds. Wij doen hier ook aan mee, ik hoop jullie ook. Want we zagen natuurlijk allemaal de beelden dat directeur van de IC, Diederik Gommers, die is ook bij Jinek geweest. En die heeft toen het een en ander uitgelegd, namelijk dat hij vindt dat de corona nu misbruikt wordt om het vuurwerkverbod door te voeren. En dat gaf nog even de extra zout in onze wonden om te beseffen dat, dat de argumenten voor een vuurwerkverbod helemaal niet goed staan. Bovendien, ik kom net thuis na deze video en ik zie gewoon allemaal berichten dat de vuurwerkbranche gewoon zelfs, ja, die laat het er gewoon bij zitten. Die vindt het gewoon prima. En dat maakt mij nog sterker om te zeggen, wij gaan hier wel een actie van maken. En ik hoop ook dat er uiteindelijk ook iemand komt die een protest op het Malieveld zal organiseren. Want we kunnen dit vuurverbod niet zomaar accepteren. Dat is ten eerste. En ten tweede, de argumenten waarom, die slaan nog veel meer nergens op. Maar goed, dat weten we allemaal al. We hebben meerdere video's gemaakt. Aanstaande zaterdag 21 november om 8 uur is er dus een vuurprotest. Ben benieuwd of jullie ook meedoen. We gaan terug naar het shot in de auto. Ja jongens, we zijn op dit moment even gestopt. Speciaal voor jullie. Jullie hebben het net kunnen zien. We hebben vuurwerk gehaald. Wel in België gelaten. We hebben namelijk een afleveradres daar waar we het kunnen laten. En met Oud en Nieuw gaan we daar weer heen. En dan steken we het af. Dus dat zien jullie allemaal binnenkort. Nou, binnenkort 6 weken ongeveer nog. Dan is het Oud en Nieuw. Gaan jullie alles zien. Maar zoals jullie hebben kunnen zien, Zena Tabakotiek is dus gewoon weer open. Maar dan moet je dus van tevoren moet je eerst naar de site, de bestellijst van die winkel uitprinten. En dan vul je hem in, ga je dus naar de winkel toe. Lever je hem in bij Gijs als die er staat. En dan aan de zijkant krijg je je vuurwerk. Het is niet zo ideaal natuurlijk, maar het is wel een hele goede oplossing. En ik verwacht echt dat straks wanneer de winkels weer open zijn, dat het mega druk wordt daar. Dus ja, heel erg lastig. Als de winkels open gaan, en volgens mij zeiden die rond 7 december, verwacht ik echt dat het super druk wordt. Daarom zijn we nu gegaan en we gaan zeker nog wel terug ook, om even te filmen hoe het daar is en zo. Dus dat komt goed. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Iets korter dan normaal, maar dat komt natuurlijk omdat we in de winkels niet kunnen filmen. En ja, dat is eigenlijk de situatie van nu. Ik zie jullie weer bij de volgende video.